Maak het inwoners makkelijk met e-diensten. Met e-diensten voor het sociaal domein maak je de gemeente benaderbaar en inwonervriendelijk. Je faciliteert de inwoner in het op een gebruiksvriendelijke manier online zaken doen met de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van bijstand en andere voorzieningen. Ook maak je het voor inwoners mogelijk om real-time inzicht te krijgen in het eigen dossier en om wijzigingen door te geven aan de gemeente. De e-diensten bestaan uit 4 onderdelen die je naar wens kunt inzetten. Mijn inkomen, mijn regie, aanvragen bijstand, aanvragen voorzieningen. Laten we eens kijken naar het verloop van een aanvraag voor een uitkering. De aanvraag met de bewijsstukken ploft bij Arianne op het bureau. Een aanvraag als deze is tijdrovend en kostbaar. Voordat Bertus de aanvraag heeft opgestuurd, heeft hij een document geprint, een handtekening gezet en is het document in een envelop gedaan en verstuurd. Als de uitkering enkele dagen later wordt toegekend, doorloopt Arianne een vergelijkbaar proces als Bertus. De printer wordt door haar van papier voorzien, ze geeft een printopdracht, ze zet een handtekening op het geprinte document, ze doet het document in een envelop en stuurt het daarna naar Bertus, waar Max het document enkele dagen later opeet. Met e-diensten voor het sociaal domein is dit verleden tijd en zorg je voor gemak en efficiëntie. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de inwoner. Bertus logt op de gemeentewebsite in met DigiD en dient een aanvraag voor een uitkering in. De aanvraag belandt meteen in de suites voor het sociaal domein, in de werkvoorraad van Arianne, die snel kan beginnen met de afronding van de aanvraag. Zo, dit is snel gefixt. Zoals je ziet maken e-diensten het voor zowel jezelf als de inwoner mogelijk om een stuk sneller en eenvoudiger te werken. Wil je meer weten over deze functionaliteit? Neem dan een kijkje op de volgende website. centric.eu/e-diensten-sociaal-domein. Maak het inwoners makkelijk met e-diensten.